Er heerst grote onduidelijkheid over de richting die de acties van de Surinaamse waterleidingwerknemersorganisatie opgaan. De bemiddelingsraad die de afgelopen dagen om de tafel heeft gezeten met de bond en de SWM-directeur, heeft de vakorganisatie gevraagd om een persstilte in te lassen. Bondsvoorzitter Dwayne Cairo verwees voor informatie naar de bemiddelingsraad. We spraken Ajay Bansi van de raad en hij vertelt het volgende. Still bezig met de kwestie van de bemiddelaar. En we hebben aan partijen een beroep gedaan voor de goede verloop van de bemiddeling om een persstilte in acht te houden. Vandaar dat ik even nog geen mededeling wil. Bansi zegt dat de persstilte geldt zolang de zaak nog onder de hamer van de raad is. De bedoeling is dat er spoedig een oplossing komt. Bansi is zich ervan bewust dat de samenleving wil weten wat er speelt. Hij vraagt echter wat geduld, zodat zaken intern afgehandeld kunnen worden.